Straks wordt hier op Sugarland stevig gefeest, maar in sommige bungalows worden er al hevige pre-parties gehouden. Eens kijken in welk peperkoekenhuisje wij welkom zijn. Matthijs, dit is jouw bungalow? Nee, dat zou ik niet zeggen. Dit is onze bungalow. Er waren inderdaad problemen. Toen de rookmelder afging, wij waren dus bang voor melder. Toen schreeuwde iemand van ons, oh, heeft iemand een condoom? En iedereen om zich heen kijken. Wat is er aan de hand? Ik heb geen condoom. Nee, ik doe alleen maar bear, weet je. Dan val je door de mand. Maar uiteindelijk pakte iemand dus een condoom en die deed hem zeg maar daar om de rookmelder heen. En daar hangt hij. Ja, daar hangt hij. Dit is niet jullie bungalow. Nee, wij wonen hiernaast. Maar wij zagen hier dan lichten en wij hoorden tuning beats en wij dachten bij onszelf, ja, waarom niet? Waarom moeten mensen volgend jaar ook naar hier komen? Het is iets nieuws, het is in België, het is ongekend in België, het is top. De sfeer, de mensen, hier staan in bikini, er is heel veel drank, een paar bonnetjes verder en je hebt een fantastische avond. Hier moet het vanavond gebeuren, het zaterdagavondfeestje dat gehost wordt door Pre-Party. We hebben gezien, heel wat mensen hebben al een pre-party in hun bungalow gehouden. Maar ik wil eens weten hoeveel mensen er nog energie hebben voor vanavond. Wat vinden jullie van deze Sugarland editie? Wel, ik vind het tot nu toe heel tof. Ja, perfect. Dat is echt leuk. Wat maakt het zo tof dan? Wel, gewoon de sfeer, gay people, het is al best leuk. Hier vooral de kans om nieuw volk tegen te komen. Dat is niet wat ik op de klassieke parties tegenkomt, laten we zeggen. Ben je een echte chica? Ja, echt, ja. Nee, ben echt, het is echt. Ik ben een echte. Alles is echt aan mij. Ja, ik ben eigenlijk de, ja. Faghack van de club, laten we het daarop houden. Ja, je bent echt een faghack. Ja, echt heerlijk. Ik vind het ook echt een geweldig weekend. En gewoon 6 homo's en gewoon feesten en gewoon doen wat je wil. Ja. Want ja, als vrouw ja, maakt het toch niet uit. Die zit er jammer genoeg op, maar dat wil niet zeggen dat het feestje gedaan is, want ik ga nog doorfeesten in de afterparty. Dus tot de volgende en watch out!